allemaal, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is zondag. Ik ben even lekker aan het lopen naar de tram. Want ik ga even naar de mall. Ik wil heel even toch even naar de Mediamarkt. Het zit me allemaal niet goed. Dus ik ga toch even naar de Mediamarkt. Om te kijken of ik daar gewoon die camera kan kopen. Ik denk het niet. Maar ja, ik ga toch gewoon even kijken. Ga ik gelijk even lekker langs de Action. Dan heb ik gelijk een soort van leuk uitje. Mocht hij daar in de winkel zijn, dan koop ik hem gewoon daar direct. En anders dan, ja, moet ik hem toch gaan bestellen online. Dus het was een heel drama met die camera. Hou op, hou op. Nou ja, goedemorgen, fijn dat je kijkt. Het is weer een nieuwe dag, het is koud buiten. Maar het ijs is al aan het dooien. Volgens mij wordt het wel warmer ook. Het wordt niet meer echt vrieskoud. Of hoe zeg je dat? Verschrikkelijk koud gewoon. You guys, je ziet ook gewoon weer echt nieuwe bloemen. Kijk daar. Het gaat nu allemaal weer groeien. Dat valt me echt heel erg op, grappig. En dan merk je ook dat je die weet dat ook weer zat binnen. En dan ben je gewoon weer lente in januari altijd echt verschrikkelijk. Het is zo'n saaie maand. Koud, guur, altijd grijs. Nee, ik heb toch heel veel zin weer in de lente. Lekker weer gezellig, de warmte een beetje binnen het land. En de bloei, hè, al de bloei. Dat vind ik ook wel een leuk gezicht. Kijk, you guys, dit is dan de camera. Alleen dit is dan Pocket 2. En je hebt nu al tegenwoordig Pocket 3. Dus doe ik liever gelijk Pocket 3. Maar zo, dit is het. Het is een super compacte camera. Echt zo top. En ik zag een Masha ook gebruiken. En hij is best wel ook handig om in je, nou, pocket letterlijk, om in je zakken te doen. Het is heel makkelijk mee te nemen. En het ziet er hartstikke handig uit. En dan heb je niet zo'n groot ding, maar gewoon letterlijk een soort, ja, wat, het lijkt net een soort van, ja, oor, wat een stick. Maakt wat goed. Alleen ze hebben hier niet de 3. En ik wil de 3. Kijk, en dit is dan een action camera. Dus dit is dan een soort GoPro. Maar dat is het niet. Het is echt wel een camera. Creator combo. Oké, maar dan weet ik in ieder geval dat ze hem niet in de winkel hebben. Nou, dat is dan duidelijk. Dus dat wordt dan bestellen, maar dan wacht ik heel even op maandag. Of zou ik hem gewoon gelijk bestellen? Ik vind het allemaal weer zo lastig. Haha, hoe handig is dit? Het is gewoon een soort van rek en dan heb je dan een microfoon aan vast en een lichtje en dan je telefoon. Je hebt echt hele leuke foefjes altijd, hè? Dit vind ik dus ook heel erg waanzinnig. Zo'n stabilizer. Dit is ook zo, dit is ook van dat merk DJI. Nou, allemaal goede spullen hier. Waanzinnig. Oké, ik heb even gevraagd en dan gaat hij even kijken of het achter hebben. Of ze het hebben. Ik wilde net persen, maar dat hele ding is lek. Het komt er allemaal uit, joh. Kijk dan, helemaal aan de zijkant. Dus ik laat het maar, hoor. Gedoe. Oké, jongens, ik heb even wat spulletjes gekocht. Dit kan ik dan leuk uittesten voor YouTube Shorts. Dat is echt zo leuk. Ik word helemaal blij van YouTube Shorts, omdat er echt een waanzinnige groei is. Dus dat is echt top en leuk, toch? Maar ik wil wel iets van de smoothie of zoiets van fruit, vitamines wil ik. Lekker. Yay! Ik heb net even hier 3 shorts opgenomen. Ik had met slijm wat dingen gedaan en ik had een heel zuurachtig knijp. Jelly iets wat je in je mond moest stoppen. Het was heel zuur. Maar ik heb het wel opgenomen. En dat zet ik dan allemaal op mijn shorts. Ja, voor jullie klinkt het misschien een beetje vaag steeds. Maar ik heb dus op mijn andere YouTube kanaal. Daar heb ik dus gezegd dat ik even niet echt meer iedere week een video upload. Maar ik ga wel door met shorts. Dus shorts. Het is eigenlijk een soort TikToks en Instagram reels. Maar dan voor YouTube. En dat is dan op mijn andere YouTube kanaal, dus op mijn hoofd YouTube kanaal. Dat is super leuk. En ik merk gewoon een hele goede groei, dus dat vind ik heel erg fijn. En ik blijf wel video's maken hoor, maar minder dan voorheen. Want vorig jaar deed ik iedere week een video. Nou, ik weet niet waar ik de tijd vandaan haal. Ja, even uitdrukken. Ik heb net lekker met Suus even een blokje omgewandeld. Het was gewoon super lekker. We hebben even gekletst en dan lopen we gewoon even een blokje. Dat vinden we zo gezellig. En dan gaan we lekker onze week weer even doornemen. Ik ben nu lekker Enzo Knol als een Japans vlog aan het kijken. Ik loop echt heel erg achter.
Maar zijn vlogs duren altijd wel vaak een uur of soms wel anderhalf uur. Dus dan moet ik. Ja, moet ik even de tijd maken om het te kijken. Maar ik vind het zo leuk om te zien. Ja, ik vind Enzo Knol ook echt een leuke vlogger hoor. En hoe die dat doet met zijn vriendin erbij. Zo een hele goede vibe. En ik keek Enzo Knol, nou toen ik daar kind, ik denk. Nou, misschien bijna 10 jaar geleden of zo. Ik keek gewoon echt zijn beginvlogs, keek ik altijd. Dus dat maakt het extra leuk. Bizar jongens, hoe snel de tijd gaat hoor. Ach, het is echt bizar. Ik ben ook bijna gewoon 2 jaar aan het vloggen, hè, op Daily JC. Ah, 2 jaar al. Niet normaal, het gaat zo belachelijk snel. Goed. Ik moet trouwens nog even wat eten. Het is bijna 7 uur, maar wat? Ik heb geen idee. Ik had net nog pistoletje lekker met kaas op. Ik ben ook helemaal fijn als dat mijn avondeten is. Gewoon lekker broodje of zo. Ik hoef eigenlijk niet zoiets. Ik zit best wel vol al. Change of plans. Mijn vader heeft lekker een pizza gemaakt. Oh, heerlijk. En dan, als ik de lekkerste pizza's vind, ik van gewoon de meest simpelste diepvriespizza's. Oh, lekker. Ik ben dus echt geen pizza-eter, hè. Eigenlijk vind ik het ook helemaal niet echt boeiend. Maar zo'n diepvriespizza op zijn tijd, een paar keer in het jaar, heerlijk. No! Oh my god! Ik zie het nu pas, die hele kaars is... Oh my god. Nee, dit is helemaal overstroomd. Oh, wat erg. Ineens is die hele schoen kapot. Kijk, ik maak hem even iets... Het is nu iets verder hoor voor jullie, maar dan kan je het iets duidelijker zien. Kijk, dit was nog van vorige keer. Dat moet ik er nog steeds even afschapen. Deze zit lekker gevangen in een soort kom. Maar dit breekt nu open. Dus ik... Oh, sorry. Het is echt heel veel, maar... Dit is nu onwijs... erg opengebroken. Dus wat je nu krijgt is gewoon een kaarsvetballet. Hou op jongens, wat is dit? Oh godverdamme. Ugh. Oh wat erg. Oké, ik ga hem even uitblazen in ieder geval. Oh wat vies dit hè. Oh heel veel rook ook. Ja, even nu onderhandelen. Het is echt weer zo'n... Eeuw, het is helemaal nat nog. Mijn hand onder het kaarsvet. Ah! Oké, ik heb de vlogcamera besteld. Again. Dit keer niet bij Mediamarkt, maar bij een andere camerawinkel. Die heeft een andere levering. Dus ik heb er iets meer vertrouwen bij dan bij de levering die Mediamarkt heeft. Geeft niet, maar ik, voor nu even prettiger denk ik. Maar hij is nog niet op voorraad. Ik heb hem wel besteld, maar ze zijn echt overal uitverkocht weer. Again, dus... Wacht het allemaal af, jongens. Ik hou jullie op de hoogte. Maar weet dat die is besteld. Nou, super. Jongens, ik drink nu dit drankje. Die heb ik net ook even uitgeprobeerd voor YouTube Shorts. Zo zoet. Ik heb nog nooit zoiets zoets gedronken. Waanzinnig zoet. Er zit 11,9 gram suiker in dit blikje. Oh. Dit is een chupa chupa drink met de smaak strawberry en cream. Nou, maar wel, ik vind wel, het is wel lekker. Het is lekker fris of zo, maar het is heel zoet. Ik voel gewoon van binnen het suiker helemaal produceren. Wow. Ik ga er weer een eind aan breien. Tot zover deze week en deze vlog. Volgende week is er weer een nieuwe week. Volgende week gaan we ook vlog 700 aantikken. Oh. 700 alweer jongens, hou op, ik zit even in mijn agenda te plannen en ik zag 700 volgende week al, oh mijn god, dat gaat echt belachelijk snel, bizar jongens, ik vind het super leuk dat jullie de vlogs allemaal nog kijken en ik vind het altijd zo leuk als jullie reacties plaatsen, dat voelt helemaal als een soort familie, zo voelt dat gewoon. Nou goed, dit was het voor vandaag en tot volgende week.